ben naar Rotterdam gegaan, omdat ik heb georiënteerd wat de beste opleiding was voor psychiater. Nou, dit was een van de opleidingen die daar stevast genoemd werd, als ik dat vroeg aan anderen. Maar ook omdat het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg in Rotterdam zit. Dat is een onderdeel van de Erasmus Universiteit. En omdat dit een heel groot universitair medisch centrum is, eigenlijk het grootste op dit moment. En dat lijkt mij een enorme leuke uitdaging om die dingen met elkaar te verenigen. In zo'n grote organisatie gaan werken waarvan alles mogelijk is, waar men voorop wil lopen op het gebied van wetenschap, waar ook ruim baan aan gegeven wordt. We hebben hier de afgelopen anderhalf jaar ongeveer, daar ben ik projectleider geweest van de medische psychiatrische unit die we opgezet hebben. Medische psychiatrische unit is een afdeling die zorgt voor patiënten met een lichamelijk probleem en een psychiatrisch probleem. Dat komt vaak samen voor. En daarom is het eigenlijk heel raar dat we van dingen niet hadden hier in het Erasmus MC. Binnen de afdeling is het dan zo dat ik daar ook heel veel ruimte in heb gekregen. En dat is mijn algemene ervaring ook, dat de assistenten hier ruimte krijgen om hun eigen talent te ontplooien.